Yo, Prees, ik ben Florian. Welkom bij deze Pramraak. Vooral een keer weer van mij. Leuk, ik heb dit heel lang niet gedaan. Goed, vandaag ga ik het hebben over vakantie in, in deze Pramraak. In ieder geval wat het dus het punt is. Ik en Lars gaan aanstaande maandag weg. Wij gaan op vakantie, 12 of 14 dagen, zoiets. 2 weken in ieder geval. Nee, niet precies. Iets minder. We weten veel, 12 dagen volgens mij. En wij gaan naar Terschelling. En ja, ik heb ervan zin, ik ben er nog nooit in mijn leven geweest. Namelijk, alles wordt geregeld door de ouders van Lars in zoverre. Dus ik vind het leuk. Ik ben nog nooit in Terschelling geweest. Ook nog nooit met alles wat er omheen gebeurt. In ieder geval, hoe dat dus gaat. Ik en Lars gaan dan met de trein erheen. Ik heb ook echt serieus nog nooit in mijn hele leven in een trein gezeten. Nog nooit. Dan gaan we naar Harlingen. Vanaf Harlingen gaan we met de boot naar Terschelling. En ja, ik heb er veel zin in. In ieder geval, dus mocht je lag aan upload de afgelopen weken hebben gemist, dan komt dat hierdoor, dat wij hiermee bezig zijn geweest. In de beschrijving zal een update video staan waarin ik meer uitleg over precieze qua het meer zakelijke deel, om het dan even zo te zeggen. In ieder geval, wij zijn dus heel veel bezig grinden qua video's, zodat wij, zodra wij weg zijn, alsnog upload content kunnen providen. Dus dat wil dus zeggen dat wij van tevoren heel veel opgenomen hebben en geëdit, zodat we dat op vakantie, dat wij weg zijn, kunnen uploaden. In ieder geval, wat wij daar precies gaan doen op het eiland weet ik nog niet heel erg zeker, maar in ieder geval, we hebben daar een bungalow en ja, volgens mij redelijk dicht bij het strand, weet ik niet heel erg zeker, maar we hebben in ieder geval internet, dus we kunnen uploaden, dat is het meeste punt. Waarschijnlijk tegen de tijd dat je deze partner ziet, zijn wij weg, dacht ik, weet ik niet heel zeker. In zoverre ben ik niet de upload persoon. Ik speel alleen, om het zo te zeggen. Ik ben natuurlijk verder wel heel groot met het kanaal betrokken. Alleen, ik ken het uploadschema wel. Alleen, qua wanneer welk video online komt, dat is niet altijd heel zeker. Volgens mij, voor Lars heeft nog een praatmaraak of zo, dan komt hij er waarschijnlijk voor. In ieder geval, dus ja, wij gaan dus weg. Wij gaan naar Terschelling. Ik heb ondertussen al 10 keer gezegd, volgens mij. En waarom dit gebeurde, is wel grappig. Nou, de ouders van Lars hadden zo gezegd van, nou Lars, dan mag jij Florian meenemen. Niet eens of ze naar mijn keuze om iemand uit te zoeken. Nee, gewoon meteen ik. Ik ervan uitgaande, Lars, dat jij klootzak mij sowieso wel had gekozen. Maar goed. Dus ik ga met Lars weg. Ik heb ondertussen al 10 keer gezegd dat ik er zin in heb. Jezus Christus. Hey. In ieder geval echt plannen. Ja, die hebben we nog niet heel erg. Zeker wel. Ja, er zijn natuurlijk wel activiteiten die we al gepland hebben. Zo van, dat willen we zeker doen. Bijvoorbeeld de zeehondjestocht. Yes! Mocht je dit niet weten, ik ben buiten YouTube om. Buiten mijn gamerleven ben ik heel erg veel bezig met fotografie. Dus ik heb zelf ook een camera met heel veel lenzen. Een spiegelreflexcamera. Die ga ik ook zeker meenemen. Dus ik hoop dat ik daar wat hele mooie foto's kan maken. En het mooiste is, we zullen ook heel veel, denk ik, buiten en zo zijn. Hoop ik. Als het weer in ieder geval een beetje meer mee zit. Want in ieder geval, laten wij de auto in de haven. En daar vandaan kunnen wij dan op het eiland gaan we dan alleen fietsen. Dus wij moeten dan ongeveer 10 kilometer fietsen of zo voordat wij vanaf de haven naar ons vakantiehuis zijn. Dat is een heel eind. Maar goed, ik fiets dat elke dag ongeveer vanaf waar ik woon naar mijn school. Dus in zoverre is dat geen probleem. Maar goed, wat wij verder dan nog gaan doen, weet ik niet echt. Ik heb niet echt een of ander programma of zo meegekregen. In ieder geval, ik weet alleen dat ik maandag met de trein erheen ga. Of wel met de boot daarheen ga. Wat verder de bedoeling is op het eiland qua plannen. Dat heb ik niet echt meegekregen. Volgens mij is het eerder zo van, doe maar wat je zelf wilt vakantie. Zo van, je krijgt 's ochtends en 's avonds wat te eten. En voor de rest zoek je hem maar uit, om het dan even zo te zeggen. Nee, natuurlijk is dat niet gemeen bedoeld. Ik vind het hartstikke leuk hoe ze dat doen. Dat wij, als ik met mijn ouders op vakantie ga, dan is het zo van, dit gaan we doen, dan gaan we dat doen. Dit is het plan en dat doen we ook. En zover ik van Lars heb begrepen, is dit eerder zo van, we staan 's ochtends op, eten, ontbijt. En dan, tenzij we echt een plan hebben, bijvoorbeeld als een zeehondje tot of zo, dan is het zo van, zo laten we thuis, ik zie jullie vanavond weer. Weet je, dat we gewoon allemaal mogen doen wat we willen. En dat vind ik heel erg leuk. Vooral als je bijvoorbeeld, zoals ik, iets met fotografie doet, dan kun je gewoon, dan ga je van tevoren bijvoorbeeld leuke dingen opzoeken en dan ga je daar gewoon heen. Dan is het niet zo van, kunnen we daarheen? Gaan we dat doen? Gaan we dit doen? Nee. Dan is het gewoon, ik ga dat doen. En dat vind ik, ik heb er erg zin in om dat gewoon zo te kunnen doen. Jezus, hoe vaak ik nog zeg dat ik er zin in heb. Sorry als ik niet heel erg
verschillend ben in wat ik zeg. Ik ben niet echt geoefend in praat maar raak. Dat is meer Lars zijn ding. Maar goed, dus ik ben daar heel erg blij mee. Maar vonden jullie dit een leuk video? Praat maar raak. Geef hem dan een blauw duimpje. Voeg hem toe in je favorieten. Abonneer op Brain Stealthy. En dan check ik jullie later. Op Brain Stealthy, out.